Dit is Daily Minutes Extra Bits voor vandaag, zaterdag 8 september 2018. In Daily Minutes Extra Bits geregeld extra zaken in aanvulling op de bestaande Daily Minutes. Met Extra Bits gaat de Daily Minutes ook af en toe videobijdragen brengen, onder andere van amateurapparatuur. Daily Minutes Extra Bits is alleen beschikbaar via internet. We beginnen vandaag bescheiden met een herhaling van de serie over zelfbouw, zoals die eerder dit jaar werd uitgezonden. Dit is deel 1 van de nieuwe serie over zelfbouw. Ja, ik wil al langer graag een serie doen om de kennis over het zelfbouwen onder amateurs en het zelf ondernemen van zelfbouwprojecten weer wat meer onder de belangstelling te brengen. Zelfbouw vindt veel plaats in de afgelopen jaren. Helaas is dat bij zendamateurs maar zeer ten dele het geval. In wat de maker community heet, is het zelfbouwen zeer populair. Die groep die richt zich niet uitsluitend op elektronica, maar ook op 3D-printen en het maken van dingen van hout en nog een aantal andere zaken. In Friedrichshaven hebben ze dat net als op een paar andere plaatsen begrepen. Daar wordt de Ham Radio Beurs sinds enkele jaren tezamen gehouden met een beurs voor deze makers. Zelfbouwen onder amateurs is minder populair dan het geweest is. Het is echter minder erg dan vaak verondersteld wordt. Er bestaan binnen de zendhobby grote verschillen en mensen die aan zelfbouw doen, die hoor je op de banden vaak niet zo heel erg veel. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar de archetype van de zelfbouwer is toch een beetje van een persoon die iets maakt om het maken. Die van het ene project naar het andere fladdert en die niet zelden ook meerdere projecten onder handen heeft, want als hij met het ene project dan helemaal vastloopt, zit hij in de tussentijd iets zonder hobby. Deze mensen verschijnen op de band heel kort, zodra een project geheel of bijna geheel is afgerond, gewoon om te testen wat de resultaten zijn. Bijna al na het tweede QSO met het apparaat in kwestie is hij al lang weer bezig met het volgende project en is dan maandenlang uit de lucht. Hierdoor vallen deze mensen dus ook niet zo heel erg op. Zelfbouw is bij amateurs om een aantal redenen afgenomen. Ooit was de enige manier om de zendhobby te bedrijven ofwel om zelf het zendstation te bouwen of om van iemand anders een zelfgebouwd apparaat te kopen. In de jaren 70 kon je de amateurtransceivers die er waren met enige inspanning nog gewoon wel zelf maken en je kon ze ook gemakkelijk zelf ontwerpen zelfs. Ik heb zelf behoorlijk wat van die dingen gemaakt in mijn begintijd, bijvoorbeeld voor één band en ook ontworpen. Tegenwoordig moet je echter veel meer multidisciplinair zijn. Dat wil zeggen, om een uitlezer te maken moet je bijvoorbeeld een Arduino kunnen programmeren of een ander chipje. En het maken van een DSP of zelfs SDR veronderstelt weer heel andere kennis. Toch kom je met een SDR-ontwerp ook niet ver als je niet een redelijke kennis hebt van analoge filters, van mengtrappen of nog van andere onderwerpen. Het kennis daarvan die is toch ook wel handig in zo'n geval. Verder zijn ontwerpen tegenwoordig veel kleiner en de ontwerpen zijn zeker complexer. Voeg dat samen met een groep centamateurs die gemiddeld achter in de 50 is, een leeftijd waarop je dat gepriegel vaak minder goed kunt zien dan wanneer je 25 bent, en je hebt zo al een hele stapel oorzaken op een rij. Daarnaast is ook de amateurpopulatie veranderd. Amateurs zijn tegenwoordig voor een deel alleen geïnteresseerd in de verbindingen. Dat fenomeen is overigens niet nieuw. Die amateurs had je in de jaren 60 en daarvoor ook al. Alleen is het aandeel amateurs dat niet per se stralende ogen krijgt als de motorkap van een transceiver opengaat, tegenwoordig wel veel groter. Toch zijn die zelfbouwers er zeker nog. Vaker dan vroeger bouwen ze kant-en-klare modules samen, dat zeker. Maar ook tamelijk moeilijk te maken bouwpakketten zijn er zeker nog behoorlijk wat te koop. En daar moet dus wel iets mee te verdienen zijn. Er zijn zeker ook nog mensen die op een redelijk niveau leuke dingen maken. Hier in de regio hoef je bijvoorbeeld maar aan de projecten te denken vanuit het Gooi voor bijvoorbeeld een Foxbox Fossi-8-ontvanger of de 23 cm transceiver van PE1-JPD, die beide in een behoorlijk groot aantal en met succes nagebouwd zijn, voor een groot deel ook door mensen met relatief weinig ervaring op dit gebied. Ik heb een poos zitten denken hoe ik wat meer over het zelfbouwen binnen ons hobby kan vertellen, voor met name relatieve nieuwkomers en op een manier die bij hen ook aanspreekt. Ik wil me daarbij nadrukkelijk distancieren van standpunten als zouden zelfbouwers haast een heilige groep binnen onze hobby zijn. Het hoogste wel haast dat je kunt bereiken, want die geluiden zijn er ook. Ik wil met name laten zien dat het vooral leuk is en met name ook als je nog niet zo lang met zelfmaken van dingen bezig bent. Niets, maar dan ook niets, is bijvoorbeeld zo leuk als om je eigen bouwsel voor het eerst te zien functioneren. Dat bij een ontvangen geluid uitkomt of dat een meetapparaatje zinvolle informatie laat zien. Overigens is er tegelijkertijd ook niets zo frustrerend, dat moet ik er ook eerlijk bij vertellen, als je door een superklein foutje dat op zich makkelijk te vinden is, maar dat je niettemin maar over het hoofd blijft zien, het ding maar niet wil werken. Ja, zelfbouwen is nou eenmaal niet voor watjes, zo is het ook wel een beetje. Maar het genot is natuurlijk wel des te groter als je na zoiets de zaak toch nog aan de praat weet te krijgen. Het is overigens niet gegarandeerd dat het zo gaat, ik bedoel met die moeilijkheden. Veel van mijn zelfbouwprojecten werkten de eerste keer toch wel in enige mate. Hooguit waren er nog wat aanpassingen nodig en de kick is natuurlijk ook erg groot als het ding het geheel zonder strubbelingen meteen doet.
Ik heb er enkele keer, als het zo gladjes ging, het gepruts en geploeter dat er soms ook nodig is, wel eens gemist. Overigens is het het beste om, als je in zo'n geval vastloopt, om ondanks je ongeduld het ding gewoon een paar dagen te laten liggen en er dan met een frisse blik en vooral geduldig nog een keer opnieuw naar te kijken. En wat ook heel goed werkt, is om een ervaren mede-amateur te laten meekijken, hoewel er ook mensen zijn die dit het liefste allemaal helemaal zelf doen. Zelf bouwen? Het bouwen is echt heel leuk. Ik ervaar het als een tamelijk mediterende bezigheid, vooral de routine van het in elkaar solderen. En de kick van het resultaat is echt geweldig. En het hoeft ook helemaal niet duur of ingewikkeld te zijn. Voor een paar euro, heel letterlijk voor 6 of 7 euro, kun je al een bouwpakket voor een Pixie 2 zendontvangertje kopen, vaak voor de 40 meter band. Met het ding kun je weliswaar in mossen echt verbindingen maken met een paar honderd milliwatt. Ik denk dat ik de komende afleveringen maar eens begin met het vertellen hoe ik zelf destijds in de zendhobby verzeild ben geraakt. Ondanks dat ik in die begintijd op de toen nog illegale 27 MC-band heb gezeten, was mijn interesse zeker niet in de eerste plaats het maken van QSO's. Verder zal ik in deze serie waarschijnlijk ook redelijk wat concrete projecten en mogelijke ideeën voor projecten beschrijven, van heel eenvoudig en snel te doen, tot aan echt grote projecten voor de volhouders. Dat zal ongetwijfeld meerdere mensen op een idee brengen. Heb je zelf een idee voor de serie of een vraag naar een concreet iets om te behandelen of sowieso een vraag? Schroom dan niet om naar het bekende korte mailadres te schrijven xapenstaartje xtv.me, maar dat kun je ook vinden op www.panolete.nl.